Beste Vincent, dat ben ik van de Winsto Games. Shit. Beste Vincent, wil je weer de wereld gaan redden in MacPixel? Ja, boe maar, denk ik. Okay, people, let's go to work. Yeah, en omdat ik dus even cool moet zijn, gaan we chapter 3 spelen van MacPixel. En we staan met allemaal mensen in de rij. Ik zie Mario, ik zie een oude opa, ik zie Batman, ik zie Darth Vader, Alien. Ik zie dikke mannen buiken, ik zie een kind. En ik weet niet wat we moeten doen. Moeten we iets doen? Moeten we iets schoppen? Moeten we een button? 1 zie ik hier. Ik pak 1 op. En moet ik die hier plaatsen ofzo? Oh, die moet ik aan de conducteur geven. Alsjeblieft. Nummer 1. Yes. Hij zet me af bij de halte. En we gaan naar chapter 3, ronde 1, Holiday Blast. Ik ben heel benieuwd. Mac Vincent redt de dag. Een maan. Een vierkante maan, nee, het is een ronde maan. En hier zien we de bom en hier een astronaut. En de astronaut heeft het misschien benauwd, dus ik schop hem in de lucht. En de bom blijft op het eiland, waardoor de maan in drieën splitst. Helaas, onze punten zeg. Wat is dit? Een mooi groen veld? Het is een jungle met een wasmachine en Tarzan. Ik zie hier een... Hier kan je trekken, is het een slang? De wasmachine zat de TNT in, natuurlijk. Die moet ook gewassen worden. Een TNT moet gewassen worden, explodeert die beter. Wat is dit? Hier zit de bom aan, dan moet ik aan die man vragen of die mij wil helpen. Help mij eens om dit goed te krijgen. Ik blaas mezelf op en het ontploft alsnog. Dat zat er gewoon dik in. Er blijft nog wel een stukje ballon open over dat blijft zweven, dus dat is wel positief. Ik zie de Mount Everest. Met een föhn. En misschien moeten we dit even droogfeunen, waardoor die lont nog sneller de explosie raakt. En weer de UFO. Irritante UFO. Dagobert's pakhuis. Dat is eerst wat me opvalt. Batman, politieagent. En Batman, jij mag de code kraken. Wat is de code? Ik klik maar zomaar wat in. Was het goed? Volgens mij... Nee. Hoe kan dit? Ik sluit de politieman op en... Die politieagent wou gewoon die bom laten exploderen. Dat is het. Ik zie een hele enge clown met een bom. Sowieso gaat die clown een rotschop krijgen van mij. Nee, ik pak die bom van hem af. Ook niet. Moeten we de hoepel pakken? Ik wil door de hoepel, maar door een mislukte poging ontploft de tent alsnog. Heel fijn, Vincent. We gaan weer terug naar de maan. Zo, dat was een snelle ronde. We hebben er wel 2 gehaald al. Even kijken. Dit vlaggetje. Waarom pakken we... Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik ben bang als je op de bom klikt, dat je er tegenaan schopt dat die ook ontploft. Dus ik dacht, ik ga een vlaggetje zitten, maar dat helpt dus niet. Ik zie deze... Ja, dit spul. We gaan nu stijgen. Dalen. Het ontploft alsnog. Ik geef dat wel aan die man. Want zoals jullie weten, ik moet nooit iets zelf doen. Ik moet altijd iemand anders mijn klusjes laten opknappen. De föhn. De föhn geven aan de man, waardoor zijn haar beter eruit ziet en... Ik geef fuck opschiet met het probleem van de bom. De Circus Tent, waar Dumbo optreedt elke zaterdagavond na 9 uur. En wat hebben wij hier nodig? We moeten zijn schoenen pakken, want die zijn super groot. Hij heeft een bom. Hoe kan ik dit oplossen? Stop met die bom. Holy shit. Is dit het? Dit is het, jongens. Ik heb vals gespeeld. Ik heb de paal eronder uitgeschopt, zodat ik wel om de hoepel, de brandende hoepel heen kon. Mijn circus act is voltooid. Ik pak de bom. Ik geef de bom. En hij gaat weg. En de aarde wordt vernietigd. Maar dat maakt niet uit. De maan is heel. Deze was pittig. Maar we weten iets, hè. We weten iets. Misschien de special bonus. Ik ga proberen. Deze geven aan die meneer. Alsjeblieft. Meneer wordt dik. Meneer, wordt dik, we gaan landen. Meneer, is het probleem? Weet ik niet, ontploft het? Het gaat eraf. En we zullen voor altijd in de lucht blijven. En ik spring er ook nog even achteraan. Was dit het? Volgens mij hebben wij 3. Dat betekent een bonusronde. Yes!
Vincent flikt het weer. De bonusronde. Wat is dit? Holy shit. Ja, een eekhoorn. Ik snap het. Er ontploft iets. Heb het gehaald? Yeah! Ik weet niet wat die bonusrondes zijn, maar het zal wel goed zijn. Even kijken. Deze ton. Moet je niet aan schoppen, Vincent. Weet je wat? We halen die punt eruit, waardoor het brandt. Kijk, deze. Dat oppervlakte. Kijk, die douwen in mijn mond. Goed zo. Dit helpt! Oh, dat pak. Als er iets brandt, een lont, pak die uiteinde van die lont en je bent klaar. Yes! Dit ging heel lekker. Dit ging heel snel. Dit ging heel vlot. Ik heb gelukkig de dag gered. En dat dankzij mijn slimme brein. Mensen, tot na de volgende keer. Want dan gaan we weer een nieuwe level doen in MacPixel. Doei doei! Yeah!